Hallo, jullie hebben er een gezinsuitstap van gemaakt? Ja, gedaan met werken en eens kijken wat we vanavond konden doen. En we zijn eens langsgekomen op de donderdagen. En doen jullie dat vaak? Vorig jaar zijn we een aantal keer geweest, ja. En vandaag naar Ninove afgezakt. Hoe is het jullie bevallen? Oh, heel erg goed, hè? Ja, ja. Veel volk, veel applaus, goed weer. En, mooie mensen. En jullie voorstelling heet Utopia. En brengen jullie die vaak? Of is het nieuw dat jullie die brengen? Ja, meestal werken wij 2 jaar aan een productie. En dit is nu het einde van het eerste jaar. Dus volgend jaar werken we eraan verder. Dan gaat hij nog een beetje evolueren. Bestaan jullie al lang? Ja, ons 9e jaar al. Dus dat kan tellen al, hè. Bijna onze jubilee, 10 jaar. En wat vond je ervan? Mooi. Vond je het mooi? Wat vond je het leukste? De eerste. En wat deden die juist? Wat was dat? Waren ze van die enge monsters. Enge monsters? En was je bang? Nee. Nee, helemaal niet. En is dat jouw zus? Ja. En was jij bang? Nee. En vond je het leuk? Ja. Bijzonder moet ik vermelden dat deze non hier op Stelten, het is haar eerste keer en ze is niet gevallen. Dus dat is toch wel een eervolle vermelding waard, denk ik. Proficiat, bestaan jullie al lang? Eigenlijk niet. We bestaan nog maar een jaar of 2. En we zijn traag gegroeid met vallen en opstaan, zoals dat hoort bij steltlopers. Zijn jullie samengekomen? Heeft er iemand gedacht van, ik heb een idee, we gaan een fanfare oprichten op Stelten? We waren al een andere fanfare op Stelten. En onze eerste productie van 2009 was geïnspireerd op schilderijen van James Ensor. En nu laten wij ons inspireren door films van Fellini. Dus eigenlijk gewoon dezelfde fanfare, maar met een nieuw idee. Een nieuwe kostuums en nieuwe muziek en een nieuw concept. Ik kan u voorstellen, mijn broer, het is François. Bonjour. En ik zal u ook even voorstellen aan mijn broer, want wij zijn elkaars broer, want meestal is dat zo. De naam is ook François, want voilà. François. En samen zijn wij François en... François. En François. François. Ja, dat is En vandaag in Ninove, hoe vinden jullie dat? Het is zeer schoon. De mensen zijn zeer beleefd. Hè? Ze willen wel niet kussen. Nee, ze willen heel weinig kus. Maar jij maakt een buiging. En de mensen maken automatisch een buiging terug voor hen. Allemaal, en dat is klein, hè? En zelfs de kleine, ze snappen dat. Vooral de kleine, ja. En dat is nogthans moeilijk, hè, want er zijn verschillende typen buiging. Dat hangt er vanaf hoe belangrijk u bent. Bent u heel belangrijk, u doet zo. De kleine... Heel kleine kick. U bent neer, u niet belangrijk, je maakt een hele diepe buiging. Voilà. Ziet u? Snapt u? Misschien wij oefenen? 1, 2, 3. Diepe buiging. Wow. Elke, en je bent vanavond afgezakt naar Ninove, of ben je van Ninove? Ik heb hier vroeger op een appartementje gewoond en sinds eind april woon ik in Appelterre-Eichem. Ah ja, dus nog altijd wel in Groot Ninove gebleven. En vond je het leuk? Ja. Het waren allemaal korte stukjes nu. Ik had iets groot verwacht, maar het was ook leuk met die korte stukjes. Ja. En wat vond je het leukste? Ja.
Also, dat laatste vond ik wel tof. Ja, dat was niet veel om het lijf of zo, maar allee, dat was toch wel iets ludica zo. Ja, ik vond dat niet slecht. Ik heb gezien dat je een kus gegeven hebt, eigenlijk. Ah ja, ja, ik doe dat. Ik doe er altijd mee. Allee, als er zo geen reacties en zo vragen, allee, dan ja, voor wat niet. Ik ben niet het bescheiden type. Dus we mogen je volgende donderdag terug verwachten. Ja, ja, ja. En op de parkconcerten en zo, ja, ja. En wat vonden jullie tot hiertoe het leukste vandaag? Dat laatste, denk ik. Dat vond ik wel leuk, ja. Met die twee mannen op een fiets. Ja, dat is wel leuk. Hallo, mag ik vragen hoe je heet? Ja, ik ben Benno en ik ben hier vandaag met de zandschrijfmachine van Gijs van Bon uit Nederland. En hoe zit dat juist in elkaar? Wat voor iets is dat juist? Het is eigenlijk een theaterkarakter wat beweegt en kan schrijven. En dat doen we met zand, omdat dat eigenlijk een heel mooi tijdelijk medium is. Wat op straat gelegd mag worden en ook weer langzaam vervaagd. Wat zo zijn eigen schoonheid heeft, vinden wij. En vandaag schrijven we een stadsgezicht van, gedicht, sorry, van Willy Verheggen. Ja, ja. De Ninove stadsdichter. Precies, een ode aan Ninove. En daar doe ik heel de avond over. Vinden jullie het een leuk initiatief? Ja, het straattheater spreekt wel aan. Dat zie je ook aan de mensen die komen kijken. Ja. En zowel voor groot en klein? Ja, ja, maar dat valt ook hier heel erg op. Dat het niet alleen voor de kinderen is, maar dat jullie er ook wel iets aan hebben. Ja, ik denk niet alleen wij, maar ook al de rest, ja. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dennenstreek via info@ninovemedia.tv of 0495 69 32 72.